Yo jongens, eventjes kort tussendoor. Mijn nieuwe nummer is uitgekomen. Laat mij alleen, zo heet hij. Dus ja, willen jullie hem alsjeblieft gaan checken? En ja, alle linkjes staan in de beschrijving. Naar Spotify, naar mijn YouTube kanaal daarvan. En natuurlijk ook naar mijn Insta. Staat mijn naam in ieder geval erop. Dus ja, jongens, ga hem alsjeblieft checken. Zou super gaaf zijn. En laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. Dus ja, goed. Dat was het. Geniet van de video. Hallo allemaal, welkom bij Moon Wizard en welkom bij deze gloednieuwe video. En jullie hebben het al gezien aan de titel, aan de thumbnail. We hebben informatie over de derde Fantastic Beasts film. Het heeft een tijdje geduurd voordat we weer wat nieuwe informatie kregen. Maar we hebben nu een officiële titel van de film en we hebben een vervroegde release date. Dat is best sick om te horen dat dat gebeurt. Natuurlijk het laatste wat we een beetje qua nieuws hebben gehoord is dat het... natuurlijk door corona en alles is het natuurlijk verder doorgezet en zo met production en dat soort dingen. Dat zou sowieso al 2 jaar langer duren voordat de film uitkwam dan dat het 1 jaar of zo langer duurde voordat de film uitkwam. Dus dat wisten we natuurlijk al, maar nu is het nog... Volgens mij 2 jaar of zo. De film gaat sowieso uitkomen in 2022. Maar waarschijnlijk rond... het zou eerst in juli uitkomen. Maar nu zal het waarschijnlijk in april of misschien zelfs maart. Dus hij komt nog eerder zelfs uit. Wat alleen maar goed is. Tenminste, als het niet de productie stoort. Ik weet niet of ze al gestopt zijn met productie. Ik weet niet of dat al is geëindigd wel of niet. Of dat ze nog bezig zijn. Maar in ieder geval... De titel van de film heet Fantastic Beasts and the Secrets of Dumbledore. Nou... Die titel is natuurlijk best wel nieuwsgierig. Natuurlijk ook wel een beetje fijn om een hele hoop secrets van Perkament natuurlijk om daarachter te komen. We weten, Perkament is behoorlijk een oude man geworden. Dus we weten, ja, hij heeft een hoop geheimen. Een hele hoop geheimen weten we natuurlijk al van over zijn zus en zo, zijn ruzie met zijn broer en alles. En dat weten we al. En hopelijk gaan we dat nu een beetje in live action zien. We hebben het natuurlijk in de boeken gehad en zo. Maar we hebben nooit live action gezien. Dus hopelijk gaat dat nu dus ook gebeuren dat we dat dus in live action gaan zien. En daar heb ik heel veel zin in. Misschien krijgen we wel meer dingen te weten. Natuurlijk ook over de Blood Pact die Perkamentus en Grindelwald hebben gemaakt natuurlijk. Hopelijk krijgen we daar meer te weten over. Dat ook waarschijnlijk een van de... Natuurlijk is het wel een geheim van Perkamentus natuurlijk dat bestond. Natuurlijk is dat aan het einde van Crimes of Grindelwald natuurlijk een beetje bekend geworden. En ja, wat we ook natuurlijk weten van de film is dat het ook iets met Brazilië... volgens mij was het iets van Brazilië of zo was het. Dat we daar ook naar die school die daar zit of zo, volgens mij dat we daar ook naartoe zouden gaan. Of was het een andere plek? Ik weet het niet eens meer. Het is al zo lang geleden. Volgens mij hebben we die informatie echt al 2 jaar... of volgens mij zelfs bijna 3 jaar geleden of zo gekregen. Maar ja, de titel is... Ja, goed. Weet je, Secrets van Dumbledore. Hopelijk focust zich niet volledig alleen maar... op Perkamentus en hopelijk heeft het wel wat meer avontuur en actie, zeg maar, dan de vorige film. Natuurlijk, Fantastic Beasts and Crimes of Grindelwald was wel op zich een moi film, weet je wel. Best wel veel mensen waren toch wel teleurgesteld met hoe de film was en zo. De eerste Fantastic Beasts was natuurlijk fantastisch. Weet je, het ging echt over de beast en alles. En wat er met Grindelwald en zo was, was eigenlijk een beetje een zijdingetje natuurlijk. Maar ook alweer een hoofddingetje op een of andere manier. Ze hadden dat fantastisch door elkaar heen kunnen mixen. Maar de Crimes of Grindelwald focuste voornamelijk op met het zoeken naar bepaalde dingen. En ja, dat was gewoon niet... waar velen op hoopten, zeg maar. Het was voornamelijk gewoon alleen maar zoeken naar die persoon. En dan weer naar die persoon zoeken. En naar die persoon. En hopelijk gaat dat dus nu niet gebeuren. En focussen ze echt gewoon... Dat de film gewoon even lekker gewoon float. En ja, eigenlijk een beetje zoals de eerste Fantastic Beast ook was, weet je wel. Hopelijk zien we weer een hele hoop nieuwe beasts. En ja, krijgen we meer te weten over Perkamentus. Tenminste, mag ik hopen met zo'n titel in ieder geval. Natuurlijk zal die weer worden gedragd door David Yates. En J.K. Rowling heeft natuurlijk het verhaal weer geschreven gewoon. En ik ben super benieuwd hiernaar. Zeker aangezien de film gewoon juist eerder nog komt dan dat hij eerst zou uitkomen. Dus dat is echt super tof. Ik kan echt niet wachten. Hopelijk krijgen we binnenkort meer informatie hierover. En volgens mij... Het is wel een keertje tijd dat we de derde film eindelijk gingen krijgen. En hopelijk krijgen we de 4 en 5 ook. En is iedereen het ondertussen wel een beetje vergeten over J.K. Rowling natuurlijk. Wat er is gebeurd en alles. En
Ja, ik heb gewoon super veel zin over in Fantastic Beasts en The Secrets of Dumbledore. Fijn dat we eindelijk een titel hebben. Daar heb ik echt zoveel zin in. Goed, ja. Dat was het eigenlijk wel. Ik wou toch wel even nog een keer zeggen. Sorry dat de qua content en alles een beetje laag is. Maar ja, ik heb gewoon niet zoveel content op dit moment. En ik ben echt blij dat dit dus online is gekomen. Dat ik daar even over kon praten. Ik heb echt super veel zin in. Ik heb echt heel veel zin in. Ja, hebben jullie toevallig nog dingen die jullie willen zien? Dingen waar jullie iets van willen horen van mij of wat dan ook? Misschien collectibles willen zien of wat dan ook? Misschien Lego? Laat me zeker weten. En ja, ik zie jullie allemaal gewoon weer in de volgende video. Vergeet even niet te liken en te abonneren. En natuurlijk, ga mijn nieuwe nummer ook checken. Ik zal linkjes in de beschrijving zetten. En ik zie jullie allemaal weer later.